Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1149 met een uitzending voor vandaag 1 december 2017. Dit is het bulletin van vrijdag. Aan het begin van deze weer iets langere uitzending van de Daily Minutes heb ik een nieuwtje over DX dit weekend. Verder is er een item over Radio Caroline. Aan het eind van de uitzending herhaal ik een item van 18 oktober over veiligheid in de amateurcheck. Geen onbelangrijk onderwerp, maar waaraan bij het maken van het onderwerp ook de nodige zorg moet worden besteed. Ik ben van plan om daar binnenkort enkele nieuwe afleveringen over te maken, die dan waarschijnlijk worden afgewisseld met de serie over geheime elektronica. Tijd dus om je eens af te vragen, hoe heb jij de veiligheid in je amateurcheck voor elkaar? Ik heb nog een DX-nieuwtje voor dit weekend. Iemand tipte mij dat dit weekend Tango Zulu 0 Papa Delta 0 Fox QRV zal zijn op 14195 plus minus QRM. Station zal in het komende weekend tussen 1500 en 1700 UTC richting Nederland roepen en luisteren. Op zondagavond zal het station QRV zijn op 7095 ook plus minus QRM tussen 1900 en 20 uur UTC. Tango Zulu is de prefix van Mali. Dat is het land net onder de Afrikaanse Sahara, waar momenteel de MINUSMA-missie van het Nederlandse leger plaatsvindt. In het hele weekend dus op 14195 tussen 1500 en 1700 UTC en op zondagavond op 7095 tussen 1900 en 20 uur UTC. Radio Caroline die bedankt op haar website iedereen die rapporten heeft gestuurd. We zijn letterlijk overspoeld met rapporten en zullen proberen iedereen die om een antwoord heeft gevraagd een reactie te sturen. Dit kan echter wel even duren. Radio Caroline dus. Onze beste rapporten tot nu toe zijn van enthousiaste DX'ers in Finland en Italië. Hoewel er één bericht uit Japan kwam van een luisteraar die via een online receiver werkte. En die ontvanger die was dus wel veel dichter bij ons. Hoewel we alle rapporten waarderen en de opwinding van DX'ers begrijpen, zijn de rapporten van binnen ons lokale doelgebied, waar bijna iedereen uitstekende ontvangst meldde op verschillende soorten radio's, voor ons het belangrijkst. Opmerkingen zoals geen vering tijdens het passeren van bruggen op de A12 zijn zeer informatief. Evenals het signaal is goed genoeg in mijn keuken om mijn vrouw de radio niet te laten uitschakelen. Een paar opmerkingen die lijken vaker voor te komen. We zullen proberen om hier een antwoord op te geven. Het is goed om te weten dat onze luisteraars voldoende kennis en interesse hebben om deze zaken onder onze aandacht te brengen. Frequentienauwkeurigheid. Ja, we zitten met de zender ongeveer 3 hertz te laag op 647.997. Hoewel onze zender volledig is getest en ingeregeld voordat deze naar de zenderlocatie werd verzonden, was de frequentie om de een of andere reden toen de zaak eenmaal geïnstalleerd was enigszins te laag. Het was weliswaar optimaal afgeregeld, maar we waarderen de behoefte om nog nauwkeuriger op het kanaal te zitten. We zullen hieraan te zijnde tijd nog aandacht besteden, maar de Ofcom en UTU-limiet die is 10 hertz, dus we voldoen ruimschoots aan de vereiste specificaties. Ja, en dan audioprocessing. Bedankt voor alle opmerkingen hierover, al dus Radio Caroline dus nog steeds. Rapporten variëren van de beste AM-audio die ik ooit gehoord heb, tot aan erg vermoeiend aan een paar minuten om naar te luisteren. Hoewel we onze permanente audioprocessor gebruiken, gebruiken we momenteel een tijdelijke programmafeed van de zendersite of voor de zendersite. Zodra we de permanente verbinding hebben met onze hoofdstudio, zullen we de processing zorgvuldig aanpassen. De meest voorkomende opmerking is dat de bas een beetje licht is en de hoge tonen een beetje verpletterd worden. We zullen dit bespreken zodra we over een feed van goede kwaliteit beschikken om het beste compromis te vinden dat geschikt is voor de vele verschillende radio's die in gebruik zijn. Tot zover Radio Caroline. De tekst gaat verder nog in op audiobandbreedte. Het audio is bij de uitzending tot 7 kHz, wat tegenwoordig is toegestaan. En over het weekend dat er werd uitgezonden, dat is het weekend van het meest recente weekend. Ik ben vergeten mijn tekst de datum erbij te noteren, maar dat is, dacht ik, 22. Maar in ieder geval, er waren de sterkste rapporten bij veel mensen, zoals ze schreven, wat minder. En niet duidelijk was wat de oorzaak daarvan was volgens Radio Caroline. In hetzelfde weekend waren de uitzendingen weliswaar afkomstig van het schip. Dat wil zeggen, ze werden in de studio op het schip gemaakt, maar uitgezonden op 648 kHz werden ze echter vanaf dezelfde locatie als de eerdere uitzendingen. Artikel hierover is op de Radio Caroline site te lezen. Dat is nog langer en het is in het Engels en het is te vinden op www.radiocaroline.co.uk. Vanavond is het trouwens weer de lange uitzending van de Daily Minutes vanaf 22:30 op PI3 UTR. Vandaag de pilot van een nieuwe serie die ik na de serie over onderwater communiceren ga uitzenden. Dat is een serie over veiligheid in de amateurcheck. Gisteren stond er een artikel in het Algemeen Dagblad over het alsmaar toenemen van het aantal branden dat door oplaadbare batterijen, CQ-accu's, ontstaat. Als voorbeeld wordt het brandweerkorps Haaglanden genoemd, waar er 5 jaar geleden in die regio maar 2 keer per jaar een melding binnenkwam over een accubrand. Tegenwoordig is dat niet 2 keer per jaar, maar 2 keer per week.
In amateurapparatuur zitten vaak accu's, net als in drones. Maar ook in de check gebruikte laptops, tablets, smartphones. Zeker met de komst van de goedkope Chinese portofoons is dat aantal nog flink toegenomen. En niet alle Chinese apparaten zijn voorzien van veilige accu's of veilige laders. Hoewel in de meeste gevallen de apparatuur zo veilig is dat brand in accu's niettemin een zeldzaam fenomeen is. De spectaculaire toename in het aantal meldingen wordt dan ook vooral veroorzaakt door een toename van het gebruik van accu's. En daarnaast door de toename van de opslagcapaciteit, want veel energie bij weinig ruimte geeft een grotere kans op oververhitting. Hierna een stukje uit het AD-artikel van gisteren. Kijk eens wat je daar hebt, levensgevaarlijk. Zo waarschuwde een brandweerman vorige week maandag een politieagent. Beiden waren bij een brand in Den Haag die ontstaan was door de accu van een hoverboard. De agent laadde zijn telefoon op met een powerbank. Beide apparaatjes zaten in zijn borstzak. Als je daar iemand een klap op geeft, dan kan er een levensgevaarlijke steekvlam ontstaan, legt René Verboom uit. Verboom is een van de 3 experts bij de brandweer Haaglanden gespecialiseerd in het bestrijden van vuur- en energieopslag. De agent schrok en haalde meteen het stekkertje uit zijn telefoon. Het is echt meer dan alleen een denkbeeldige kans dat dit gebeurt, zegt Verboom. In een lithium-ion batterij van een powerbank zit heel veel energie opgeslagen in een kleine ruimte. Veel van die dingen zijn niet van bijster goede kwaliteit. Door een klap kan er een beschadiging ontstaan. Het wordt van binnen dan steeds warmer tot er gassen ontsnappen en er een steekvlam ontstaat. Hartstikke gevaarlijk. Tot zover de letterlijke weergave van het artikel uit het AD. Brandweer Haaglanden is al jaren bezig met het vergaren van kennis hoe die branden het best kunnen worden geblust. Het gaat erbij niet alleen over kleine accupakketten. De accu's in powerbanks, hoverboards en elektrische fietsen worden daarbij nog als klein beschouwd. De echt grote pakketten die zitten in elektrische auto's. Het Korps Haaglanden is bij die grote accu's een van de voorlopers voor wat betreft kennis. Enkele jaren geleden vloog bij Baren en Lage Vuurse een Tesla uit de bocht. Die vloog in brand en de brandweer durfde hem vervolgens niet te blussen, omdat ze niet wisten hoe ze dat moesten doen. Kon je zo'n groot accupakket met water blussen? En hoe zat het met elektrische schokken? Experts van het Korps Haaglanden gingen vervolgens bij de fabriek van Tesla op bezoek voor het bespreken hoe ze moesten handelen als het misging. Eerder waren ze al bij BMW en Nissan voor hetzelfde. De rest van de brandweerkorpsen volgt overigens qua kennis snel. René Verboom van het Korps Haaglanden begon doordat hij naast brandweerman nogal in het milieu geïnteresseerd is. Zo ontstond een interesse in wat je als brandweerman of vrouw moet doen bij zaken als zonnepanelen, zonneboilers en natuurlijk elektrische auto's en fietsen. De benaderde autofabrikanten stonden niet te springen om hun kennis met de brandbestrijders te delen uit angst dat concurrentiegevoelige informatie via de brandweer weer bij andere fabrikanten terecht zou komen. Brand in een accupakket van een elektrische auto vergt een totaal andere aanpak dan de brandweer gewend is. In tegenstelling tot zaken als consumentenelektronica en elektrische fietsen moeten de accupakketten in auto's aan vrij extreme eisen voldoen. Ze zijn dus uiterst veilig, maar er gaan in de praktijk natuurlijk wel dingen mis. De accu's blijken gewoon met water geblust te worden. Alleen is er wel extreem veel water nodig. Een tankauto spuit, dat is een brandweerwagen dus die bluswater meeneemt, die heeft zo'n 5000 liter bij zich. Voor het blussen van een elektrische auto is minstens 10.000 liter water nodig. In de toekomst komen er nog veel meer accu-toepassingen aan. Het artikel in AD noemt als voorbeeld het initiatief van Eneco dat Crowdnet heet, waarbij energie van zonnepanelen wordt opgeslagen in een groot accupakket bij de mensen thuis. Het artikel geeft ook nog een aantal tips die voor zendamateurs zeker relevant zijn, zo niet belangrijk. De eerste tip is voor een wasdroger of een vaatwasser geldt dat je erbij moet blijven. Voor het opladen van een powerbank of ander elektrisch apparaat geldt dat dus ook. Blijf erbij zodat je meteen kunt ingrijpen als er wat misgaat. De tweede tip is leg de accu van een oplader onder een rookmelder. Zo ben je meteen gewaarschuwd als hij vlam vat. Vind ik wel een goeie. De meeste van mijn tafelladers die staan inderdaad onder een rookmelder. Ja, verder is het niet bij iedereen gebruikelijk, maar lees de handleiding erop na of er iets over opladen in staat. Dingen die je wel of niet moet doen, de correcte spanning, etc. Verder gebruik de originele laders die bij het product geleverd zijn. En neem geen risico met goedkope laders van bijvoorbeeld Chinese webshops. Die kunnen niet aan de eisen voldoen, maar ook gevaarlijk zijn. Daarnaast kunnen ze storing geven. Overigens is het goed om ook wat blusmiddelen in of nabij de check te hebben. Ik heb zelf een paar maanden geleden een blusdeken gekocht, ook handig voor katten. Lange tijd had ik meerdere poederblussers in mijn huis. Ik was in de veronderstelling dat die elektronica ontzien, maar dat is beslist niet het geval. Een poederblusser die kan zelfs na maanden nog een apparaat wat onbeschadigd lijkt gebleven problemen veroorzaken, doordat het blijft dooretsen vanwege het zoutgehalte. Voor elektronica moet je dus schuimblussers hebben. En ik heb zelf in augustus een paar hele grote schuimblussers gekocht. Die dingen zijn absoluut niet duur. Het is een van de weinige goederen die je koopt in de hoop dat je ze nooit gebruikt. Binnenkort dus meer over het onderwerp veiligheid. Bronvermelding, een flink deel van het artikel is dus geïnspireerd door het voornoemde AD-artikel.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.